First flight of the Orbital Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions.
hoop dat alles lekker gaat vandaag. In ieder geval, iedereen welkom bij deze stream op de zaterdagavond. We gaan lekker politiedienstje draaien samen met Keanu. Ik zal hem even... Hi! Oh, hi! Hoi. Hi. 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 Hoor je van de computer net zei? Ja. Ja, het is wel gelijk in. Zo, je hebt al 5 likes, jongen. Ik heb mijn abonnees al gezien. Ja, gast. Laat me snel. Maar ja, bij mij moeten bij mij moeten nog even de kijkertjes komen. Maar in ieder geval. Ja. In ieder geval, jongens, wij gaan even over naar de game. Hey, wie? Ja. Ah, ik ben te lachen. Even kijken, het is 51. Ik heb jullie eigen veiligheid, dus doe ik graag komen leren dan. Nou, het is al direct raak, jongens. Zo, is het op internet? Die schotenmelding, jongens. Weer lef een melding via insert. Ja, maar Kaatsie eerst alsjeblieft. Ja, ik weet het niet, maar is schoten melding. Ja, dat is een schoten melding, maar wij gaan wel mee. Maar ik ga je ook mee. Het is bij de gevangenis over. Oké, genomen. Als jullie iemand aantreffen, gelijk bent gevest. Genomen. Alleen die. Ja. Ik moet wel even hier lopen. Is goed. Tot zo. Tot zo. Persoon op de grond aangetroffen. Ik heb een auto op de grond. Ah, nu zou ik zeggen natuurlijk. Nou, hoe zo gelijk wel is de wel nu? Ik ga onderzoeken wat ik dan aan moet. Ik heb ook een door een kogel gaat er niet in. Wij gaan verder zoeken. Nog meer kogel. Gaan jullie maar naar die schoten melding, jongens. Stap in. Gaan jullie maar naar die schoten melding, dankjewel. Kom op, stap in. Hier. Ja, maar ik moet hier nog een. Nou, ik moet geen USB nodig, maar ik moet dat ik de hele dag al hier zit. Maar ik heb wel even alles genoemd. Dan gaan we twee schoten leren. Het geluid is gelijk de afzijde van de orde, man. Meerdere schoten gelost. Je praat via Discord. Ik heb net een scorpion aangetroffen, jongens. Tja. Ja, heb je een moment dat hij weer op die kant op, dan kun je hier ook meteen. Wat
Zijn jullie al te plaatsen? Richtig. Ik hoor graag meer van jullie, dus graag snel de situatie vertellen. Ja. Tweeënhalf kilometer uit, over. Ja. Kunnen jullie even dan nog, hè? Nee, kan niet, want anders zijn ze straks weg. Nou? Nog heel even, dan zijn we er. Nee. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wil je mijn auto bijvoeren? Ja, kom maar, rustig maar uit. Misschien is het klaar, maar oké. Nee, nee, maar hij is leeg. Ah, jongens, ik ga voor die log, hè. Tot zo. Levi? Ja. Wacht je wel even op mij? Ja. Hier 54, het was een hacker, over. Nee, jongens, hoe weet u dat? Ja, we hebben nog een schotenmelding. We hebben nog een schotenmelding verderop. Nee, dat was een hacker. Hoe weet je dat? Stap daar naar me toe. Ja, maar nou is mijn auto wel vol. Ja, onze auto is leeg. Ja, nou, jongens, we zijn hier. Ik ben hier zo weer. Ik ga het doen. Tot zo. Mijn auto is kapot. Of een motor. Mijn benzine is leeg. Jongens, weet je net wat ik net heb aangetroffen? Nou. Heel op. En 30k zwart. Oké, één ding. Ik ga heel even reloggen voor de stream. Moet ik alles voor opnieuw opzetten, want een beetje vandaar. Maar we zijn gewoon weer terug. Niks om een paniek te krijgen. Even niet de bedoeling, maar goed, hè. We moeten maar even leven daarop. Ik zou even weer muziek erbij pakken. Looking for royalty free music. En your sister en your mom. Tim! Hè? En your sister en your mom. Tim! Ja. Sven, Timo. Ja. Wat is er met je internet? Niks. Sven, maar jij liep tegelijkertijd met Sven. Ja, klopt. Even die log voor de stream. Wat is er met je internet? Niks. Sven, maar jij liep tegelijkertijd met Sven. Ah. Ja, klopt. Voor de stream.
kijken of de stream beter is. Ik heb getankt. Ik mag een jerrycan bij me. Hoe is de auto nu? Ik wacht even hoor. Ik moet de talk aan en gaan wat rijden. Ik weet niet waar we nu heen gaan. Ik ben gewoon een beetje patrouilleren richting de stad. Ja, doe maar. Dus ja, ik weet niet of ik het afloop ben. We gaan richting de stad, ja? Ja, ik moet even wat fixen. Dat is wel mooi. Oh ja, je hebt dus ook een motor training. Dat is mooi. Nou, ik heb een bom tanken. Je geld op zak. Hey, niet stap. Ja, nu kan ik niet tanken. Nah.
We waren bij Roma niet zeker, maar dat is weer. Zullen we even een blogpart gaan? Ja. Dus ik daar een report in, dan gaan we nu horen. Je weet toch wel waar dit blogpart is. Ja, maar. Ik moet weer mijn armen gaan uitstrekken, wat verdomme. Ja, ik heb dat helemaal ingesteld, man. Ja. Niet stelden, vriend. Nou, hier heb je degene die niet kan rijden en gaan. Kijk bij die baan die je hebt op een ring overgegaan. Die heeft namelijk twee krachten met elkaar aan overgegaan. Die wil voorkomen. Zeg, kun jij hier even stoppen? Waarom zo? Omdat ik even brood moet kopen. Eten en drinken. Oh ja hoor. Ik heb er wat voor je. Nee, ik ook wel. Ja joh. Zo. Gewoon op de ouderwetse manier. Staat een RC hier op de vierkaart? Oké, hoe doe je dan? Dit is mijn hartstikke mooie hoop. Dat wil je wel nog gaan doen. Alright. Ik wil wat meer doen krijgen. Ja, wacht even. Zijn.
Wat doe jij nou? Het duurt niet lang, zo lang veel te lang. Ben ik weer, hè? Ik kan mijn muziek van jou even wat zacht. Hoezo? Ja, om te springen, jongen, dat is veel zwaar. Ik kan hem zelfs hier nog horen. Beter? Hoe heb jij geen lek op je stream? Doe je? Ja, ik heb, als ik in game zit, dan heb ik veel lag. Of op mijn stream heb ik dan veel lag. En als ik gewoon uit game ben, dan heb ik geen lag. Of de stream, dan lag de stream niet. Oh wacht, ik kan mijn bandjes naar hem toe. Maar ik ben live. Ja, ik kijk naar de stream. Ik ga eerst een beetje blokken voor het tijd doen, wat. Ja, dat staat nou een keer. Yes. Dat is de goede kant van de. Oké, joh, er staat ook weer een kat hier. Echt, hè? Hallo? Oh, er zit echt iemand in, ja. Daar dan, ja, daar niet. Die zijn boete krijgen. Ik krijg een lange boete, ja? Hé. Hey. Oh, jongen, hij heeft, dan krijgt hij nog een boete van verkeerd parkeren. Dat. Recherche nog in Porto? Hallo? De parkeerboete. Ja, mooi. Als je het mag doen. Nou jongens, wij hebben een camera en dan kunnen we precies mee meten. Wat het is een auto, maar oh. En meneer. Stomme. Stap in, man. Stap in. Goedendag meneer. Maat, we hadden je al rijgevraagd, ja. Staan de ouwe. Maar kom maar, goed, even controleren. Oké, okay, als jullie ontslagen willen worden, ik ga zo door, zou ik zeggen. Jo, wie ben jij dan? Ik ben de korpsleider. Hartelijk, hè. Korps. Schade ga je ook betalen ook nog. Oh, fuck man. Ik deed niet eens iets. Goede kwaliteit ben jij, man. Achter het stuurtje daar. Goed bezig, hoor. Yo! Wat? Gaan we eten? Ja, is goed.
Hey. Hey. Wat doen wij voor hier? Niks. Maar dit mag überhaupt niet eens. Ja, ik kom al langs van door. Hij komt naar mij toe. Ja, wacht maar even hoor. Nee, ik heb geen zin in ruzie tijdens de stream. Rapid Wolf. Ik sta hier eens. Dit is Baloo. Goed, je weer weer. Goed, je weer weer. Hoe slecht kun je zijn? Ik heb heel veel vermoeden wat hij gaat doen. Nou. Hebben wij wapens gepakt, ja? En hij is uit dienst. Nee. Ja, hij is uit dienst. Nee. Oh ja, ja. Misschien een bank overval ofzo. Als je hem daar op de trappen, dan wordt hij ontslagen. Oh god, ja. Oké, okay, let's go. Ik rij. Ja. Even door afwisseling. Ja. Ooit heb ik hier gedaan. Naar het blokkenpark. Naar het blokkenpark, want ik had iets gezien op Twitter dat ik dus ging doen naar blokkenpark. Naar blokkenpark toe, hè? Blokkenpark is niet. Ga je even ronddraaien? Hij is niet eens de koorsleiding, what the fuck? Hé, weet je wat Pieter zegt? Nou. Dat gaat fout. Met jouw achterstuur wel, ja. Nou. Ik kan heel goed draaien hoor. Oh ja, want ik heb een paaltje aan. Wat? Ja, dan heb ik mijn paaltje aan. Nee. Helemaal niks. Niks naar. Heb je. Nog een boete. Oh! What the fuck? Maakt niet uit, jongens. Hebben jullie deze man aangehouden? Nee. Aangehouden? Volgens mij hebben jullie nog meer verstaan houden. Ja, bij deze gewoon niet zomaar mensen staan houden. Wat heeft hij gedaan volgens jullie? Moet jij weer vragen? Moet jij aan de andere. Wat? Ja, vertel eens, wat heb ik eigenlijk gedaan? Wat was het de reden omdat ik langs reed?
druk even op zet spelen. Ja, waarom wil je me aanstaan, Laura? Nou, omdat, ja, de controle mag toch niet. Ja, maar een controle ga je toch niet zo uitvoeren. Je staat eerst bezig met een warm voertuig in de impound te zetten. En dan ga je even iemand staan houden die net voorzichtig langs rijdt. Nee, nee, waar? Ja. Nee, want hij staat er toch nog? Ja. Ja, wij hebben een boete gekregen. Nou, dat is geen reden. Klaar. Maar wel niet uit. In de impound. Ja, dan niet. Nee, blijf staan. Dat is geen reden. Klaar. Gewoon een waarschuwing. Klaar. Snap je? Zo makkelijk kan het gaan. Jullie. Doe maar even kijken. Je brengt terug naar de plaats. Oké, ik heb meer dan 10 keer gevraagd om een staan houden mag toch? Nou, doe het een keer of 10 minuten. Stopbord doet ook niet eens, hè. Ik denk dat we hier geen eens voor aan hebben, nou. Kijk, als je dan op de... Jawel, kijk. Dan doe je zo, dan doe je even een paar seconden wachten. Een paar seconden wachten. Oké, stopbord doet het niet. Ja, dan moeten we opnieuw op... Moeten we opnieuw pakken. Zonder stopbord kun je niks. Wat? Maar die guy die is niet eens... Ja. Die guy die is niet eens... Rappen, die zoeken wij nog. Maar... Sorry. Als we niet weten dat wij live waren, gaan we zijn heel dood. Wat? Als ze niet wisten dat we live waren, dan waren ze heel dood. Er staat zelfs een Discord. Er staat overal nergens. Ja, nou, dat stopwoord, precies dat stopwoord, dat doen we niet. Ik doe dit. Ik kan niet aan de knopje zitten. Kun je ze aan doen? Ja, dat wil wel. Ja, poort is goed. Rijden. Nee, ik moet iemand dicht. Nee. Ja, rijden. Hebben die auto's jullie ook nog een keer inbouwen? Die zijn er al sinds vanmiddag 12 uur dat ik hem een boete heb gegeven. Ja man. Ik moet even inbouwen, hè? Ja. Ik heb heel veel in de gaten, nou, ik word er allemaal niet bang van.
Kijk! Okay. Oh, ambulance, ik hoor de sirene van u. Ja! Ik moet eten. Hè? Ik moet eten. Doei. Stap je wel uit?
Luc.
Yo. Heren, welkom. Waar is die ander? Lu, heb je weer te kloten met de... Ja. Oké, er zijn mensen op het moment die ons mogelijk willen vermoorden. We weten ook al van wie deze zijn. Deze zijn waarschijnlijk van Camorra en MC Street. Dit is OC-gebruik, weet je. Scheid aan dat, want hun gebruiken ons ook. Dus dat doen wij ook. Dus ja. Ga ik even nog een... Smit. Zo, even een reportje aangemaakt. Voor? Zodat die eigenaar even komt. Of die gozer. Nee. Verder. Is er niks aan de hand? En kunnen jullie de straat op? Hou u wel aan, want ik denk dat het vanuit ons ergens niet voor vier is. Ja, positief. En waar is de 354? Die is status 8, want status 4, want die moest eten. Ze rijden ons gebouw langs, Luc. Ja, ik zie het, niet schieten. Doe de deur achter je dicht, vooral als die dicht was. Jullie kunnen gewoon weer dienst in. Maar het is nog, Wesley, voor en achter en in het AB safe zone. Dat klopt. Ik sta nu nog op het terrein van politie, want ik zit achter die... Ja, maar die parkeerplaats is ook nog politiebureau. Ook. En voor de duidelijkheid, wij hebben net vernomen dat het politiebureau een safe zone is. Dus daar mogen ze ons niks maken. Ja, daar was ik bij. Oh ja. Ja, maar jij bent gewoon loser. Ja, maar dat was toen ik McDonald's had gehaald daar. Er staat daar links nog iemand. Dat is die kuthandhaving. Dat is Thomas. Die is wel aardig. En Deving. En Deving. Luc, kom even schietbaan. Oh, ik ga schietbaan. Doei. Kai, weet je. Met een pump shotgun ga ik wel, hè? Mag niet. Oh. Mag ik ook met een schietbaan? Nee. Nah. Hey, voor jou alle deuren achter je kont dicht. En op slot. Mag je er even in? Oh, schietbaan is boven natuurlijk. Nee. Ja. Tuurlijk is het al boven. Ja, ik loop soms per ongeluk het verkeerde hekje door. What the fuck? Mogen wij nou een Uzi of niet? Nee, maar dit wapen heb ik toch in beslag genomen. Oh ja, score. Iemand met een roze, of iemand met een rood kromachtige auto, die rijdt door rood. Maar moet ik er achteraan of niet? Nee joh, laat me gaan joh. Goed. Wapen leeg. Maar ik heb geen magazijn meer. Mag ik echt niet schieten op de schietbaan? Jawel. Dus niet, dus dat zou niet mogen. Oh, ben jij net zo dat niet mag? Ja, maar ik zit je maar te kutten. Ja, oké, okay, jouw dus kan... Dus die handhaving nu loopt te kutten, dat en is even dus. Hoi. Nou, mijn handhaving is gewoon losers. Wisten jullie nog met Kai? Daar praten we niet over. Dat is al lang verleden tijd. Ei. Nou, het is nog eenmaal 12 uur geweest, dus... Hij heeft een ban, heb ik gehoord. Klopt, dus morgen 12 uur in de middag. Oh, lekker rustig zal het dan zijn, joh. Echt, hè? Hoi, Thomas. Luc, ik ga even voor jou. Ik ga weer even 5 dingen erbij pakken. Echt je eerlijk, gewoon een beetje scheid. Wat? Kan je scheid. Mensen zeggen je mag maar 5 ammo clips mee. Ik heb er gewoon altijd 10 bij me. Hij loopt de hele tijd te schreeuwen en zo, jongen. Ik heb trouwens 1 kogel en ik ben dood, dus... Hé, maar jij mag ook meerijden met een van ons, hè? Dus je kan, je kan eventueel ook meerijden met Sven. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat het mocht. Oh, maar als dat kan, wil ik dat wel helpen. Sorry, maar je mag niet meer rijden met mij. Want ik ga zo meteen weer met Timo
Omdat wij hier live zijn, weet je wel. Oh ja. Ben je nog steeds live dan? Ja, zeker. Oh. Ik ga tot 11 uur ongeveer. Weet ik nog niet hoe laat. Dan kun je wel met mij mee rijden, dan ga ik wel gewoon noten op. Is goed. Waar ben je nu dan? Ik ben heel even boven nog. Wat dingen aan het doen. En dan kom ik moet eraan. Ik me alvast omkleden naar gewoon noodhulp? Of moet ik daar ja. aan gaan? Ja, ja, doe dat maar. Godverdomme, wie? Wacht even. Ja, ik ga dan ook omschakelen naar... Er wordt beneden een auto opengebroken. Mijn auto. Maat. Ik ben omgekleed naar een noodhulp aspirant. Moet ik, is er nog een mami voor mij of zo? Iets wat kan doen? Negatief. Best rustig. Het is best rustig voor zaterdagavond, weet je niet? Ja. Hallo, nee. Ja, is wel. Kom maar even naar beneden, ding. Nee, dat ding? Ja, handhaver. Kom. En TV. Ik sta beneden. Ja, garage. Oh, ja, dan doe ik even zo. ...33-52 aanvangdienst. Nou, tempo, ik zit er niet toe dan. Nee, niet die. Andere. Er staat hier zo'n oranje motor, weet je wel. Zo'n cross. 33-52 aanvangdienst noodhulp. Als je een blauwe motor ziet, graag melden. Want dan schiet ik een kogel door zijn strot heen. Ik ook. Maar... Nee, grapje. Ik oh, jij hier een steekje. Lucky lult. Maat. Nee, ik kan niet. Staat hier een blauw motor in een steekje? Rijdt een rode hummer langs met een illegale toeter. Daar ga ik achter. Ja, dit is de mijne. Ja, dat weet ik. Ja, niet grappig dus. Doorrijden! 3052 eenmaal staanhouding. Stap maar in. Graag in erbij. Moet helpen, hè? Voor de zekerheid. Kijk uit, Luc, die gaan schieten. Moet ik achter die Mercedes aan die je net vol pit, hè? Nee, die heeft een wapen. Ik word ontvoerd. Luc voert elke eenheid die kant op. Locatie? Ja, bij Luc dus. Ik zal kijken waar het is. Locatie Luc, Blokpark.
Godverdomme, hè. Wie heeft dit gedaan? Welke auto? Domme. Dit is niet gebeurd. Kom snel. Die F en die G. Ja, helemaal. Kom snel. Er wordt op mij fucking hard geschoten, maat. Helemaal klaar met hun. Ja, is er een stafzaak? Godsamme, man. Is er een stafzaak? Wesley. Wat? Ze gaan jou bannen. Ja, mogen ze doen. Ze kunnen reet likken. Hun schiet echt vaak en snel, man. Gaan ze Wesley bannen? Ja. Waarom dat dan? Omdat hij combat locked is of zo. Oh, ik weet het al. Wat die staf aan mij vertelde is dat hij om... hoe heet dat? Nee, ze schieten op politieterrein. Ik heb in mij beschoten en allemaal, ik zie verder niks. Hey Wesley, nee, zullen wij even weg, verder Pussy met... Boys. Ja, zullen wij verder met het rechercheonderzoek? Nee, want ik krijg een ban. Oh, hier zijn ze. Iemand wordt ontvoerd, oké. Okay. De plaats zo. Waar zijn jullie precies? Hallo? Ja, hij is zijn noodknop is waarschijnlijk afgepakt, dus mogen we niet naartoe. Maar daar mogen we wel naartoe. Maar je weet het niet, hè. Doorgeschoten, ik heb een lol. Enge VDM hier van mij. Ja, ik ben echt VDM. Nee, doe maar niet. Dan horen ze dat we eraan komen. Godverdomme, die citybug steeds. Heb jij wapen dan? Ik heb een vuurwapen aan. What the fuck? Ja, toch, onbreekbare boom. Ik ben gerevived. Oké. Okay. Ik heb mijn stream aanstaan, dus alles wat er gebeurt heb ik al gerecord. Zeg het eens, jongen. Nee, dat was onze andere, nee. Maar wij hadden citybug. Nu is de auto kapot, dus ik ga duwen. Oh. Duwen werkt niet. Oh, thanks. Dank u. Ja, collega rijdt hier alweer dus. Ja, maar ik had een document van de ontvoering of zo. Zou kunnen.
Niemand kijkt naar die kutstream van je. Moet jij zeggen, man. Hond? Wat ben jij een hond, laat? Slow-mo, homo. Oh! Oh! Ja, toch. Kom dan, prio 1 erachteraan. Is goed, doe dan. Hou me in dan. Vlieg zo, je kut. Oh, dit man wordt gezeikt. Man wordt gezeikt door Citybug. Waar ben je dan? Nee. Dat gaat eng. Hey boys, ik moet even weg. Dat gaat enge twist van mij krijgen. Wacht dan even. Kom vechten, vuist op vuist. Oké, is goed. Klopt. Als hij uitstapt, gewoon vuist op vuist. Hij. Gaan we. Wat? Wat? Wat erop dat jij hier kan? En we hebben één ding, niet schelden, ik ben live. Hey Thomas, thanks hè, nu heb ik zijn auto kunnen nakken. Waarom ben jij? Ja, die motor zou ik niet opgaan, Thomas. Niet doen. Jongens, ik heb een boze Thomas achter me aan zitten. Nee, boys, ik ben even weg. Boys, hoe slaat je? Weet ik niet. Weet je wel? Weet ik niet. Weet je hartstikke goed? Nee, dat weet ik echt niet. Nee, wil je het weten? Heel graag. Altijd 4. Daar trap ik niet in. Hey, wie is dat? Nul twee is weer wat aan het type, gezellig.
wat. Boys? Ja, zeg het eens. Niet op de schietmeldingen afkomen, want ik ga oefenen. Oh, maar voor jou krijg ik ook de schietmelding als het goed is. Nou, als je die wel krijgt, kom er alsjeblieft niet op af, want ik ga oefenen. Nou, dan ga ik wel eens kijken waar die is. Want als die hier is, dan weet ik het wel. Maar, snap je? En ik heb daar trouwens toestemming voor van de 01, dus. Dan weten jullie dat ook. Welke 01? Om te schieten. Ja, oké. Okay. Rick. Waar kan ik kogels pakken? In de wapenkamer boven. Ja, maar ik heb daar ook een wapen gepakt, maar er liggen daar geen kogels. Moet wel. Ik kom er al heen, want Timo heeft die laatst nog bijgevuld. Ik ga wel even naar je toe. Laat maar, er zitten wel kogels in. Hoi, dan ga ik weer verder met mijn dienst. Wie van jullie schiet er? Ik. Maar ik heb toestemming. In de in-game portal. 33, 52 en de 51 gaan de serge dingen doen. Yo, we zitten in de portal in-game, dus als jullie ons nodig hebben, zitten we daar. Sorry, alleen voor spoed. Dus mag zijn van de kogels wel leeg. Nu alweer? Ja. Dat kan niet, want Timo heeft zich gisteren nog bijgevuld en we waren er 100. Ik heb één wapen gepakt en zit er 0 in en zaten er 11 in. 11? Hoeveel schoten meldingen hebben we vandaag? Hoeveel schoten meldingen hebben we dan wel niet gekregen, man? Hey. In ieder geval wel heel veel, ja. Ik heb een andere gepakt, maar zit er weer maar 12 in. Oh god, oké. Okay. Noot. Dus.
De handhaving gaat uit dienst. Ik heb 53 voor ze.
power. Every four computers now have primary control of critical vehicle functions. Zijn jullie nog steeds druk bezig, jongens?
en 53 voor alleen het dier. Ja? Zijn jullie nog druk bezig over? Ja, man. Er staat namelijk een rood bolletje voor jullie naam. Ja, hij is in live. Ah, vandaag. Dan mijn radioprotocol, dan neem ik tot overgang over social. Oké. De 33-53 voor de 33-54 en de 33-55. Ja, de 33-54 is trouwens AFK. Gehoord. Ik wou jullie eigenlijk naar HB roepen, maar dat is dan overbodig. Ja, ik ben met de andere twee een beetje met hun mee aan het gaan. Dat zijn nog handhavers over? Heeft u het over handhaving over de recherche over? Recherche. Oké, daar is gehoord. Zou jij, als jij daarmee klaar bent, want volgens mij mocht jij meelopen, heb ik het idee. Kun jij je stembanden wat harder zetten? Of kun je het hoger wat harder doen? Als dat kan, in Discord. Negatief. Is het zo beter erover? Ja, op zich. U had de toestemming van de recherche zelf en van de 01020304 voor mee te draaien over? Ja. Oké, dat is gehoord. Wanneer jij daarmee klaar bent, wil je mij dan doorgeven, want dan wil ik wil graag meer mensen op noodhulp. Is goed. Ja, ik mocht hier naartoe omdat ik gestalkt werd. Dat is gehoord. Heeft u ook nog enige... zo. Nee.
Ik ben naar de melk van ontvoering over. Is er verder nog iets wat ik moet doen? Status 1.
radioprotocol, jongens. Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik denk dat het weer hetzelfde verhaal is met van de 02. Is het politiebureau, dus ik ben er zo, dus ik ga het even navragen.